vandaag pakt Kanaal 6 uit met een gloednieuw boekenprogramma, Zes Boek. Jaarlijks komen er pakweg 15.000 nieuwe titels op de markt. Te veel dus om allemaal te lezen. Wij gaan er voor u wekelijks eentje uitkiezen en we gaan een gesprek aan met de auteur. En dan hopen wij voor u dat we de keuze toch iets of wat makkelijker kunnen maken. En we gaan van start met een kanjer van een auteur. Lulu Wang heet ze. Ze debuteerde met het Lely Theater, dat was meteen een bestseller. En nu heeft ze een nieuwe roman uit. Wilde Rozen heet hij. Dag mevrouw Wang. Goeiedag. Wilde Rozen is niet alleen de titel van uw roman, maar ook de naam van het hoofdpersonage. Klopt. In het Chinees is het Chang Wei. Chang Wei. Het betekent Wilde Rozen, ja. Het is een meisje van 12 en zij heeft, zoals ik dat noem, last van haar hormonen. Ja. Wat gebeurt er met haar? Ze is 12 en ze groeit op tijdens de culturele revolutie van China. En dat was een hele moeilijke periode. En ze moest aan zichzelf wennen, omdat ze aan het groeien was. Maar ze moest ook wennen aan de omgeving die heel erg gewelddadig was. Ja. U heeft al een boek geschreven over de culturele revolutie, het Lely Theater. En u heeft dat boek ook opgedragen, maar het gaat ook over een meisje, ja. Op 12 jaar. Ja. Waarom kiest u om opnieuw over de culturele revolutie te schrijven? Hele goede vraag. Ik schreef Lely Theater 20 jaar geleden. Dat was 13 jaar geleden uitgegeven. En nu, 13 jaar later, ben ik toch niet meer zo boos of verdrietig over de periode. Ik heb heel veel nagedacht over de periode. En toen ik Lely Theater schreef, inderdaad, het gaat over hetzelfde meisje, over dezelfde periode en over ongeveer dezelfde ervaring. Maar toen was ik jong, boos en verdrietig. Ik dacht dat de slechte dingen alleen in China konden gebeuren. En nu ik tussen twee werelden heb gevoerd. Ik heb 25 jaar in Nederland en België gewoond. En ik heb in China 25 jaar gewoond. En ik merk dat overal mensen zijn. Landen bestaan uit mensen. Mensen maken dezelfde fouten. Misschien in een andere entourage, maar die zijn hetzelfde. Dus ik heb in dit boek toch een beetje mijn visie bijgesteld. Ja. Ik ben veel milderder en ik ben toleranter en ik kan de dingen wat ik meegemaakt heb als kind in een grotere context plaatsen. Het is niet zo dat ik belogen dat het erg was, maar gewoon in een, met meer begrip. Maar u kiest er toch voor om opnieuw een meisje van 12 op het podium te zetten. Waarom fascineert die leeftijd niet? Nou, dit boek is eerlijk gezegd deel 1 van een gefictioneerde autobiografie. Oké. Okay. Ik voel me nog niet oud, maar echt betonen ouderdomssymptomen bij mij. Want ze zeggen, als je ouder bent, dan leef je in je verleden. Nou, ik leef heel erg in mijn verleden. En ik wil graag mijn verleden op een rijtje zetten. Ja. En die leeftijd van 12 jaar was dan heel belangrijk. Ja, ik begon dit boek met 4. Dus 4 en het was heel vluchtig herinnering. En daarna eindigde ik tot bij 12. En met mijn volgende boek, 13, 14, 15, tot en met hier en nu in Nederland. Dus dat is een hele grote onderneming nog. Dit was een begin. Ja. U leeft al sinds 85 in Nederland. Voelt u zich nog altijd meer Chinese dan Nederlandse of is daar ook een verandering in? In het begin wilde ik heel erg Nederlands voelen, omdat ik graag zeg maar me één wilde voelen met mijn omgeving. Maar daarna, het gekke was, hoe langer, hoe meer ik Nederlands woonde, hoe meer Chinezen ik ging voelen. Dus nu draag ik ook Chinese jurk en zo. Maar ik moet zeggen dat ik langzamerhand de Nederlandse cultuur en taal meer weet te waarderen, ook Nederlandse mensen. De Nederlandse van taal is veel korter en bondiger. Ja. Dus dat vind ik een boek. Het is zeer de moeite waard. Klaar. En het is heel erg ondermondig. Ja. En de Nederlanders zijn ook zeer direct. De Chinezen zijn veel voorzichtiger en indirecter. Dus ik voel me, ik vind dat Nederland mijn vaderland is en China mijn moederland is. Oké. En ik wil graag dat beide landen goed met elkaar kunnen samenwerken. Ja. Ik hoop nooit dat wij ruzie met elkaar maken. Dus u hoopt eigenlijk op een gezond huwelijk tussen uw ouders? Ja. Mag ik dat zeggen? Ja. Oké, dankjewel voor dit gesprek, Lulu Wang. Wilde Rozen van Lulu Wang is uitgegeven bij Lano. Dit was onze eerste Zes Boek. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.